Nou, het is vandaag maandag, begin maart. Niet is er net gebeurd met die truck die hier langs de weg ligt. We hebben al heel veel overstroming ook gehad. En zo kan het ook gaan. Hierachter is onze camping. En we zitten nu in een national park en ik ben even een hand geven. Dat is leuk. Bungo Bungo. Dit is de mini Bungo Bungo Park Kimberley's. Allemaal Kimberley's. En het is onwijs mooi. Gaat George, Kim? Where are we going by boat? We're all planning to go by boat. Here, through here, and back. That'll let the balloon go. So that one there, okay, yeah. You just push that up, that one. Yeah. Okay, and then that'll let the balloon go. So anytime you want. Yep. Yeah, you do it. That's it, you only need to do it. We zijn in een zwembad, groot zwembad in Halls Creek. Daar gaat Joyce, de nieuwe vriendin. Dat vind ik ook een gaat Kim. Mommy, you stay. Wow, good. And here is Chloe, Jill, Kim. Hi. Oh, guess who's there? Yeah, nice. That's really sharp. And this is special food from Hong Kong and Taiwan. Yeah. Ha ha ha!
is hier een gesprek gaande in Mandarin. Good. Gelukkig snap ik. Can you say in Taiwan, I'm fine? I'm fine. 我很好. 你我很好. Yeah. Oh, I'm good. Yeah. Nice to meet you. 很高兴认识你. 高兴认识你. Yeah, yeah. Het gaat heel erg goed met ons en de overstromingen zijn niet alleen zeg maar minder leuk, maar ze zijn ook heel leuk, want we hebben door de overstromingen ook hele leuke nieuwe vrienden gekregen en twee uit Taiwan en eentje uit Hongkong. Die twee uit Taiwan heten Jill en Chloe en de ene uit Hongkong heet Mandy. En Jill is 25. En Chloe is 29. En Mandy is 28. En we speelden heel leuk verstoppertje met hun. Helemaal gillen was het en zo. Het was echt heel gaaf. We zijn ook met een vliegtuig over de overstroming heen gevlogen. Want het duurde te lang voordat we met de auto konden komen. Dus onze mooie campervan hebben we daar laten staan. Jammer genoeg. En dus we zijn erover gevlogen. En we hebben de overstroming gezien. Het zag er echt heel groot uit. Er was één dorp zo. Er werd nu zeg maar opeens één eiland. En erom was allemaal zee. Dus het zag er niet zo goed uit. Maar het gaat nu steeds beter. Gaat ook zakken en... Dus we hopen dat het zo snel mogelijk over is en dat onze campervan teruggereden wordt door ons. Ik geniet ook heel erg van de reis. Ik denk wij allemaal ook wel. En daarom, ook al zijn de overstromingen, maken we wat leuks ervan. En ik hoop dat jullie ook in Nederland heel erg genieten. En tot ziens! Thank you.